Hoi! In deze les gaan we de ribbenkast losmaken. Er kan best wel veel spanning staan op die ribben, omdat je misschien een verkeerde houding hebt. Hè, dat je heel veel zo zit, of zo lopen, dat kan natuurlijk ook. Of je hebt een verkeerde adem, uh, of je hebt gewoon stress. Nou, dat kan allemaal op die ribben slaan en dat is vervelend, want dat geeft een beetje een benauwd gevoel. Beetje stijvig gevoel, want je hebt niet het idee dat je lekker los bent. En dat gaan we losmaken. Zittende oefeningen zijn het, dus kom zitten. Leg je benen in kleermakerszit neer. Plaats je handen ergens bovenop je benen, in ieder geval dat je schouders laag zijn. En dan adem je in en je lift de borst, je lift je hoofd, zodat je echt ruimte ervaart onder de ribbogen. En op de uitademing, kom terug en dan duw je de rug langzaam naar achter, zolang je uitademing duurt. En dan op de in, lift en uit, buig, heel ver. Als mijn tempo te langzaam gaat, doe het op je eigen tempo, hè? helemaal beneden bent geweest, dan trek je het lijf recht op, je bouwt de wervelkolom op. Dat is mooie bouwstenen. Schouders laag, lange nek. Diep in. En lang uit. Heel goed. De benen mag je lang naar voren leggen. Kleine ruimte tussen je benen. Je duwt de zitbotten weg. Schouders naar achter. En dan haak je de wijsvingers op je rug in elkaar. Je trekt de armen zachtjes naar beneden toe. Misschien kun je wel met je handen op de mat terechtkomen. Als het nou allemaal niet kan, dan plaats je je vingertoppen gewoon achter je in de mat. Hoe je het ook doet, ook hier lift de borst. Kantel je hoofd een klein stukje verder naar achter toe. Blijf ademen. Het gevoel dat je op de inademing echt die ribben, de ruimte induwt. En op de uit, terug. En de laatste. En dan duw je de rug voorzichtig naar achter. Of je laat hem voor je gevoel een beetje inzakken. Je wijsvingers die haal je los als je ze in elkaar had. Je vingertoppen over de mat. Armen in de buurt van je bovenbenen billen. Lift je borst. Navel trek hem ietsje naar achter toe. Een lange uitademing. Inademend breng de armen zijwaarts omhoog. Uitademend armen terug naar beneden. Dit doe je een paar keer op jouw ademtempo. En je voelt dat als je die armen omhoog brengt, dat je dan die ribbenkast meeneemt uitademend armen naar beneden, je voelt dat die ribbencast wat zachter wordt. nog een keer in. En uit en laat los. Diepe zucht. Duur de rug wat verder naar achter. Laat je hoofd wat hangen. Sluit je ogen. Voel je adem. Waar zit die? In je borst? In je flanken? Is die in je buik? Open je ogen en zet jezelf terug. Rechtop. Oké. Okay. Dus dan mag je met je benen lang naar voren blijven zitten, of je komt terug in kleermakers. Zit. Wat je ook doet: een mooie lange rug. Schouders laag. Je legt je handen ergens op je knieën of op je bovenbenen als je schouders maar ontspannen zijn, belangrijk. Je brengt je rechterarm zijwaarts omhoog. En op de uitademing buig je naar links. Niet te ver. Met je handpalm zoeken naar de juiste houding. Wat voel je als je je handpalm beweegt? Hoe voelt dat in de ribben? De spieren daarbovenop? Het weefsel? Dan maak je de arm net wat langer Net even meer stretch heel goed en dan draai je je arm mooie grote cirkels Je voelt die ribben hè, aan de voorkant van het lijf en aan de achterkant van het lijf. Voel die beweging, die stretch. En als je je arm weer naar de zijkant voelt, voel je die ribben weer naar beneden zakken. Dus je kan voor jezelf altijd experimenteren met het ritme van de beweging. Nou, we eindigen weer boven het hoofd. Maak hem lang. Adem in, arm op. Adem uit, arm zijwaarts naar beneden. Als je heel even een momentje neemt, dan voel je nu al een heel groot verschil tussen die rechterkant en die linkerkant. Een lange uitademing. Als je zo ver bent, gaan we door met links. Zijwaarts op. Buig. Zoek, waar zit die bij jou? Niet alleen met je arm, maar ook met de stand van je hand. Blijf ademen. En dan een lange stretch. Gaan we hetzelfde doen. Draai je arm. Voel die ribben voor en achter. En het kan zijn dat er aan deze kant een heel ander ritme ontstaat, jezelf gewoon aan overgeven, niet bedenken waarom. En dan de laatste cirkel en breng je arm over je hoofd. Maak er een mooie lange stretch van. In arm op. Uitarm, zijwaarts naar beneden. Voel na ja, goed benen lang naar voor en je armen zet je schuin achter je neer alsof er een touwtje aan je borstbeen zit hier aan het einde waaraan wordt getrokken en je borst komt omhoog je voelt dat je rolt over je zitbotten naar voor je kantelt je hoofd maar niet helemaal naar achter want dat voelt zo naar Blijf hem wegduwen, niet in je schouders hangen. Echt duw weg. En dan breng je je lijf een beetje naar de rechterkant, terug naar het midden en een beetje naar de linkerkant. Terug naar het midden. Nog een keer. Borst. Ribben. Buik. Voel die mooie ronde wervelkolom. De adem. En op een uitademing voorzichtig loslaten. Dan breng je jezelf terug tot zit. Dan sluiten we af waar we mee begonnen waren. Dus je benen lang vooruit of een kleermaker zit. Je handen ergens op je benen. De elleboog onder de schouders. Adem in. Luft je borst. Voel de ruimte onder de ribbogen. En op een uitademing. Terug voor alle zakken zachter worden. Adem in. En adem uit. Nog één keer in en uit. En dan is die ribbekast losser. Misschien voelt hij nu wel heerlijk aan. Ik hoop het wel. Je kan wat lekkerder ademen. Er zit meer ruimte in. En je voelt die beweging. Vrijheid is toegenomen. Ik zie je graag terug. Dag.